Ik keek niet uit naar een politieke functie en was daarom verrast toen ik ben gevraagd om deze post in te vullen. Woorden van Eugène van der Zanne, die de opvolger wordt van de ontslagen minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. Volgens van der Zanne kan er echter altijd een beroep op je worden gedaan indien je op een bepaald niveau functioneert. Hij zegt dat dit voorlopig zijn enige reactie is, omdat hij zich nog moet inlezen en voorbereiden op de post. Van der Zanne is sinds 2010 directeur bestuurs- en administratieve aangelegenheden op het kabinet van de president. Daarvoor heeft hij gewerkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken als directeur. Van der Zanne bevestigt dat hij vrijdag door president Desi Bouterse wordt benoemd in zijn nieuwe functie. Het is nog niet bekend wie hem zal opvolgen als directeur op het kabinet van de president. De ex-juspolminister Van Dijk zegt blij te zijn met Van der Zanne als haar opvolger. Zij typeert hem als straightforward en daadkrachtig. De gewezen bewindsvrouw hoopt dat het door haar uitgezette beleid voortgezet zal worden.